actie. U kijkt nog steeds live naar Cultuur in Actie via cultuurinactie.nl. De teller staat op dit moment op 218.729 deelnemers. En aan tafel zit Hans Matla. En koren, dat is een beetje jouw core business, zou ik wel kunnen zeggen. Ja. Een hele slechte woordspeling. Ja. Cultuur, wat betekent cultuur voor jou? Cultuur betekent voor mij, het is, je doet niet aan cultuur of je hebt geen cultuur, maar je bent cultuur. Cultuur is wij, is ons. Elk mens wordt geboren met cultuur in zijn lijf. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar een baby gaat huilen en zingen en die maakt muziek. Een baby gaat stokken slaan. Ja, met stokken slaan, maar ook met stiften, noem je dat? Met tekenen. Tekenen. En dat, hij tekent, hij creëert iets vanuit zijn eigen brein. Kinderen gaan kleien en ja, nee, niet in de luier natuurlijk, maar... Ook. Ik kan erover meepraten. Maar ze gaan sculpturen maken, dus je wordt al helemaal van jongs af aan word je meegenomen in de cultuur. In de vormen, de disciplines die de cultuur allemaal hebben. En ten eerste is dat men nog steeds niet voldoende bewust. Nee. En zeker niet in hoge torentjes en waar ministers over gaan. Mijn voorgangster heb ik een paar prachtige dingen horen zeggen daarover. Dat klopt helemaal. Ik wil het specifiek over de cultuur hebben, maar dan de muziek. Muziek in het algemeen en koren in het bijzonder. Ja. Nou, maar laten we even meteen met de deur in huis vallen. Koren die zijn natuurlijk de laatste tijd niet heel erg vrolijk in het nieuws geweest als het gaat om corona. Kan je een beetje beschrijven hoe dat de afgelopen maanden is gegaan? Ja, doffe ellende eigenlijk. Ja. Punt 1 is het weinig aan bod gekomen. En laat ik zeggen... Behoorlijk negatief. Negatief in bod gekomen, in de pers gekomen. De zorg is punt nummer 1. Helemaal mee eens. Mm-hmm. Onderwijs, heel belangrijk. Mm-hmm. Economie, horeca enzovoort, allemaal belangrijk. Mm-hmm. Alleen, het is altijd weer de cultuur die het eerste wordt geschrapt en het laatste aan bod komt, omdat men niet weet wat cultuur is. Mm-hmm. Ooit heeft men gezegd van ja, dat zijn allemaal elitaire groepjes mensen die naar hoogwaardige toneelvoorstellingen kijken enzovoort. Maar het is veel en veel en veel meer. Het zit in de vezel van elk mens. En alsof het benaderd werd door een geheim genootschap of zo. En nou, daar moest ik een beetje aan denken. Cultuur in actie, dat is natuurlijk een prachtige kreet. Maar het staat ook voor CIA. En dat heeft iets engs, dan weet je wel. Maar hier is het natuurlijk goed bedoeld. Ja. Want als de mensen beseffen wat die cultuur allemaal doet, mm-hmm, wat muziek, en dan heb ik het nu even over de muziek, zoals Plato al in zijn Politeia schreef, muziek maakt een betere mens. En een zingend volk is een gezond volk. Dat zijn citaten van al oudsher. Nou, zo uiten we ons toch ook, om het maar te zeggen, bedoel, als het ook al gaat om voetbal of treurige gebeurtenissen, precies, dan wordt er gezongen. Koren proberen mensen te werven op allerlei markten en dan zeggen ze, wilt u zingen? Nee, ik kan niet zingen, ik zing nooit enzovoort. Maar ieder mens zingt. Nou, en om even de cijfers erbij te halen, want 10% van de Nederlandse bevolking zingt in een koor. Nou, 10% van de Nederlandse bevolking is aangesloten bij een koor. Van kindertjes, tieners, middelbare leeftijd, bejaardenkoren. Nou, ik ga niet alle sectoren van de koren noemen, want dan zit ik morgen hier nog. Dat zijn er heel veel. Ja. Maar mensen die zijn aangesloten bij een koor. Meer mensen zingen nog steeds. Mm-hmm. Men zingt in de badkamer. Men zingt als er iemand jarig is, lang zal die leven. In de kerk zingt men om één gemeenschap te vormen. Mm-hmm. In een voetbalstadion zingt men wat men van de scheidsrechter vindt, bijvoorbeeld. En dat is saamhorigheid. Dat is, die mensen horen ergens bij. Als die ploeg niet fantastisch presteert, dan gaan ze zingen. En wat gaan ze dan zingen? Ja, ik ga dat hier niet herhalen. Maar ze geven daarmee wel uiting aan hun gevoel, aan hun emotie. En zo is muziek en zingen met name is een basale vorm van communicatie. Ja. Toen er nog geen taal en alles was. Toen zat iemand
ging op jacht en die ging op een holle boomstam zitten kloppen, zodat zijn vrouw 80 kilometer verder of 30 kon horen, oh, hij heeft wat geschoten. En dan komt hij met dat beest aansjouwen en heeft zij de pot al klaarstaan. Een soort WhatsAppje. Precies. Ja. Nou, tegenwoordig noem je dat een smartphone. Ja. En je hebt nu een mobieltje om te zeggen, schat, ik heb een ree geschoten, ik kom eraan hoor. Maar vanaf die tijd is er al klank. En klank werd geordend en heette het muziek. Maar zoals de natuur zijn klanken bracht, zoals de mensen de klanken zijn gaan brengen, zo is alles geordend tot een bepaalde vorm. Mm-hmm. Daar zijn de muziekinstrumenten bij gekomen. De historie van de muziekinstrumenten is een prachtverhaal. Kan ik nu niet vertellen. Maar als je ziet hoe de huidige instrumenten zijn ontstaan. Ook allemaal uit de natuur. Mm-hmm. En zo zijn wij geworden wat wij nu zijn. Een maatschappij waar 10% van de bevolking lid is van een koor. Mm-hmm. Dat zijn meer mensen die lid zijn van een voetbalvereniging. Ongelooflijk. En dat realiseren de mensen zich niet. Nee. Dan zitten ze in zo'n koor. Harmonie. Fanfare, blokfluit, neem ik even mee. De amateurkunst, even gericht op de koren. Die mensen die willen samen een boodschap brengen. Die willen samen iets vertellen. Die willen naar buiten toe iets uitstralen. En het heeft heel lang een beetje een stoffige, suffig karakter gehad. Zit je op een koor? Die zit op een koor. Maar wat doen ze daar? Ze doen daar met elkaar samen iets tot stand brengen. Mm-hmm. En dan moet het ook gezellig zijn. Je kan op een gezelligheidskoor zitten. Nou ja, daar wordt misschien wat minder muziek gemaakt. Maar je kan ook op een koor zitten waar het wel gezellig is, maar waar wel iets aan gedaan wordt om die boodschap op een hele mooie, bijzondere manier te brengen. En als je dat gaat doen, dan doe je dat met een grote groep mensen waar je je geborgen voelt, waar je je veilig voelt. Bij de meeste koren is het toch zo dat als je ziek bent of een probleem hebt of wat ook, dat je gewoon naar de repetitie kan. En hoe groot is die groep dan voor mijn idee? Dat zijn die. Dat is die 1,7 miljoen mensen. En eventjes, wie vertegenwoordig jij hier? Voor wie zet jij zo meteen je handtekening? Nou, daar kom ik dan zo even op als ik die handtekening ga zetten. Ja. Maar ik wil nog even terug naar die koren. De mensen gaan daar naartoe. En ik noem het, en ook voor de muziekvereniging hoor, ik noem het de laadpaal van de mens. Want ze gaan één keer in de week gaan ze aan die laadpaal hangen. Dat wil zeggen op die repetitie. Ze krijgen muziek, ze leren iets. Mm-hmm. Ze krijgen nieuwe energie met anderen. En daarmee kunnen ze weer de week door. Ja. En uiteindelijk gaan zij dan als groep op een podium staan. En daar komt hij dus. Om één keer per jaar, drie keer per jaar of hoe lang ook iets te doen waar ze elke week naartoe gewerkt hebben. En ze maken zich mooi, gaan naar de kapper, mooie kleding en zo. Er komt een mooi orkest bij. Maar ze doen dat eigenlijk, is mijn idee, hè. Ze doen dat eigenlijk, ze horen dat voor zichzelf te doen. Ja. En dat zij naar de mensen aan de zaal laten zien, kijk eens hoe ik geniet van het muziek maken. En die mensen in de zaal vinden dat prachtig. Want wat is nou mooier dan dat je kijkt naar genietende mensen? Toch? Niks. Niks is mooier dan dat. Nee. Dus die mensen worden enthousiast. En dan zien ze op het podium van, oh, ze worden enthousiast. Ja, daar word ik ook nog wat enthousiaster van. En zo bouw je de spanning in zo'n zaal, bouw je op. Ik heb wel eens met een koor moeten werken. Die mensen die stonden daar met de stikzenuw in de keel van, wij moeten voor dat publiek het allerbeste brengen. Dan denk ik, dit is verkeerd. Ja, beroepskoren, prima. Ja, ja, ja. Maar voor de amateur gaat het om de beleving. Gaat het niet eens zozeer alleen maar om die uitvoering, maar eigenlijk om de hele weg ernaartoe. Het elke week samen zijn, iets maken. Precies. En de beleving en de passie enzovoort. Nou, wat is daarvoor nodig? Daar is voor nodig een dirigent, een instructeur, een pianist of een organist, een vocal coach. Dat zijn allemaal mensen economisch aan verbonden. Dus als je gaat zeggen van, ja, maar die koren, wat hebben die dan voor probleem? Zij moeten zorgen dat die mensen die aan hun verbonden zijn, die moeten wel hun inkomen blijven houden. En dat is dus heel erg moeilijk. Ja. Vervolgens zijn die mensen die daar omheen staan, die kunnen dus even niks. Die proberen van alles wat te verzinnen en zo, maar die kunnen even niks. Stel nou dat die hele korenwereld weg zou gaan of zou decimeren. Mm-hmm. Dan zijn er dus een heleboel mensen die hun vak hebben gemaakt om de koren op niveau te houden. Mm-hmm. Die staan op straat, die moeten een andere baan zoeken of naar de WW. Mm-hmm. Maar die koren bestaan ook niet meer. Nee. En wat vergeten wordt,
In de koren zitten mensen die van muziek houden. Dus wat doen ze als ze thuis zijn en niet op die koren? Ze zetten de radio aan. En dan horen ze artiest die en artiest die. En de een vindt dit mooi, de ander wil een klassiek vioolconcert. De derde die wil naar Frans Bauer luisteren. En de vierde naar André Rieu. Maar die mensen ondersteunen die professionals. En door het ondersteunen van die professionals krijgen die professionals inkomsten. Want ze komen ook naar hun concerten, ze draaien hun plaatjes, ze doen het bij de Spotify en al die dingen meer. Ja. Dus het is niet alleen maar dit hokje of het is dat hokje. Maar als die 1,7 miljoen zangers in staat gesteld worden om te blijven zingen, dan is dat een enorme basis voor de professionele cultuur. En dan wil ik toch een getal van je horen. Nou, als ik gewoon zeg, wie zal het met mij eens zijn vanuit de korenwereld, dan denk ik aan 1,7 miljoen mensen. 1,7 miljoen mensen. Maar kijk, ik heb niet 1,7 miljoen e-mailadressen. In je WhatsApp, je hebt niet een WhatsApp. Ik heb geen WhatsApp met 1,7 miljoen. Dus het zou veel te ver worden dat het mijn platform is. Maar als ik kijk naar mijn eigen organisaties, wij hebben een database van 970 mensen, zangers, die voor alle koorprojecten altijd worden aangeschreven. Mm-hmm. Nou, de ene keer doen er 300 daarmee of 200 daarmee en de andere keer 600, bij wijze van spreken. Maar die 970 mensen, die krijgen steeds een e-mailtje. En er zijn 40 mensen omheen aan verbonden die dat allemaal steunen, regelen enzovoorts. Dus nou ja, zeg voor het gemak. 1010? Ja. 1010, dat is wel mijn core business, zal ik maar zeggen. De core business, 1010 worden erbij geschreven. En je wilt nog een oproep doen, want je zegt, het zijn er eigenlijk veel meer. Het zijn er de camera's voor jou. 1,7 miljoen mensen die zingen. Alle zangers in Nederland wil ik oproepen, meld je aan bij cultuurinactie.nl. Meld je aan dat wij aan politiek, aan iedereen kunnen laten zien hoe belangrijk wij zijn. Niet voor ons avondje uit, maar voor alles wat er veel meer achter zit. Ik zou haast zeggen, kom op de bres voor elke koorzanger en koorzangeres. Prachtige rij. Jij sprong op de bres hier bij ons. Dankjewel, Hans. Ik had nog iets willen zeggen, maar we moeten ik ben door mijn tijd heen. Zo is het. Er zijn zoveel mensen die inderdaad die ook nog een stemgeluid willen laten horen. In ieder geval, heel veel dank dat je er was. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes nog met deze marathon. Want dankjewel. Het is veel aanpoten geblazen. Het is een feest om te doen. Okay. Heel veel geluk. En tot gauw hopelijk in het theater als dirigent of in een kerk of waar dan ook. Zeker weten. Dankjewel. En dankjewel dat ik hier mocht komen. Heel graag gedaan. Pak de stift en zet je handtekening op de muur. Hans Matla. Is it?